Ja? Oh, dat weer. Oh. Ja, maar... oh, kijk hier, die code geel. Alles is geel op dat scherm. Maar hoe laat wordt het dan droog? Het wordt vandaag niet meer droog. Maar dat meen je niet. Och, Nel, we zijn er al. We zijn in de uitzending. Nou weer, potverdorie. Welkom bij What a Nice Show. Fijn dat jullie weer kijken. Ja, ja. Gezellig. En leuk dat we er weer zijn. Hey, ja, je ziet er goed uit vandaag. Ja, ga je ook. Gelukt hoor. Met een leuk veertje. Nou, ja, leuk hè. Ja. Ga je er steeds meer op doen? Hey, ik heb er een strijkijzer overheen gehaald en het is goed gekomen vandaag. Ja, echt, je ziet er echt gelikt uit vandaag. Het is goed gekomen vandaag. Nou. Hey, gezellig. Hey, vertel, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan vandaag hopelijk weer heel veel bellers krijgen. Dus als je wilt bellen, het nummer staat al onder in beeld. Schroom je niet, je mag vandaag alles aan ons vragen. En het onderwerp voor vandaag is de nacht. Oh, en de telefoon staat klaar, hè? Dus ben jij nou thuisgekomen in de nacht? En heb jij een brandende vraag voor een van ons of dadelijk een van onze studiogasten? Ik zou zeggen, bellen hè, want die telefoon die staat klaar. We gaan je kunt dubbel bellen op telefoonnummer 0657776616. Dus 0657776616. En misschien komt jij dadelijk wel bij ons gezellig aan de lijn in de studio. Nou, ik verwacht vol spanning. Gisteren hadden ze uit Limburg. Och, ja, ik kon ze niet verstaan. Hè? Nou, ik kon er wel iets van maken, maar het ging over pullen vullen. Maar dat gaan we regelen. Luister eens, en dan sluiten ze af, net of dat ze in Zeeland wonen, hè? Haaien! Nee, haaien! Oh, haaien! Nou, dat hou het bij mij maar gewoon op houden, hé. Ja, en bedankt, maar hij wil, ja. Hey, luister eens, we hebben twee schitterende gasten vandaag. Hoe krijgen ze bij elkaar? Nou, ik hoorde dat onderwerp over de nacht en ik dacht, oh, het kwam gelijk in me op. Weet je wie ik had gebeld? Nou? Onze Ralf. Ja. Weet jij wie dat is? Ja, natuurlijk weet ik dat. Vertel het eens. Dat is Ralf zonder V. Oh, dat is Ralf zonder V, hè? Dat is van verbroedering, die verbroedering. Ralf zonder V. Lieve mensen, we hebben niemand minder in de studio vandaag dan Ralf Behouden, de nachtburgemeester van Breda. Welkom. Hallo, dankjewel. Och, wat gezellig dat jij er bent. Ja, dat vind ik ook heel gezellig. En hij ziet er ook nog zo gladjes uit, hè? Ja, luister eens, want als nachtburgemeester, hoe laat lag jij wel niet op bed vandaag? Vannacht viel het wel mee. Vannacht was het, denk 2 uur of zoiets. Oh. Want ik denk, als nachtburgemeester ben jij wel een nachtdier eigenlijk, dacht ik zomaar. Oorspronkelijk wel, ja. Maar ben je dan maar 2 uurtjes weg geweest of zo? Nou ja, ik wist dat ik hier moest zijn, dus ik denk, ik wil nog een beetje fris voor de dag komen. Ah, je hebt rekening mee onschouwen. Nou, dat vind ik fijn. Ja, toch? Ja, als ik bij jullie aan tafel mag zitten, met Thierry Aartsen. Ja, ik wou dit zeggen, want we hebben niemand minder dan Thierry Aartsen. Welkom. Leuk om hier te zijn, gezellig. Ja, heb jij nog wat gedaan vannacht? Heel uit thuis gekomen. Ik was weer een gezellige dag gisteren. Ja? Nou ja, ik mag hem alles vragen. Zei, ik heb net gevraagd. Uwe hoogheid, mag ik alles vragen? Hé, maar luister eens. Weet jij waarom dat ik hem gevraagd had? Nou? Nou, wij waren pas geleden samen bij het Klunen, hè? En jij zat op de wc, bij ome Ger, op de wc. En toen zag ik in één keer onze Thierry daar binnen. Oh. Ik denk, jij zit op het kleinste kamertje. En hij is van de Tweede Kamer. Ik denk, Thierry van de Tweede Kamer, die moeten wij hebben in Wadenaar. 1 en 1 is 2. Gezellig. Is het ook een beetje gezellig in die kamer bij jou? Ja, maar het is wel leuker om hier in het Kielengat terug te zijn. Hoor. Ja, hè? En vooral deze dagen is dat wel leuker. Oh, dat vind ik wel leuk. Oh, ik zou best wel een dagje bij jou op jou willen. Ik wil een keer langskomen. Ja, dan doen we een leuke rondleiding. Neem iedereen van Barney TV mee. Dan doen we met alle vrijwilligers. Ja hoor. Ralf mag ook mee. Ook weer gezellig. Hey, dan huren we de partybus. Ik wou net zeggen, met we hebben al vervoer. De partybus hoor. Naar het binnenhof van Den Haag. Maar gezellig. Gezellig. Ja, nee, dat is afgesproken. Dus lieve mensen, hebben nou een brandende vraag aan onze gasten, onze Ralf en onze Thierry. Dan kunnen jij gewoon bellen even met de bellen. Studio op 0657776. Och, god toch. Doe die herden eerst. Even in de wachtstand, maar we hebben een Belg. Oh ja, nou, let op. Ja, hallo, Meemijn. Hallo. Oh, weer al een tunnelgesprek. Hallo. Oh, ze zit op binnenhof, denk. Ze zit helemaal... Ja, daar zit zo'n straling dat we allemaal... Ja, hallo, Meemijn. Nou, schakel hem eens door naar mij. Misschien pakt de mijne wel. Wacht. Ja. Ik hoor jullie wel, hoor. Oh, je bent er. Ja, goedemiddag. Ja? Wie hebben we aan de lijn? Ramonneke. Snollebollekes? Nee, Ramonneke. Oh, Ramonneke. Ramonneke. Ja. Oh. Hey, ik heb een vraag. Ja. Zeg het eens. Nou,
Gij had gisteren, Tommy, gij had gisteren mijn vrouw aan de lijn, Sharonnetje. Oh ja. Tijdig ga je tip gegeven over die koffie met die bomen. En het golf, hè. Ziet er beter uit vandaag. Nou, ja, zij ziet er wel beter uit, maar ik heb ook zo'n glasje genomen van die bolden erin. Ja. En dan gingen wij gisteravond naar het 076-bal. Oh god, toch ja. En dat was hartstikke gezellig, maar door die koffie heb ik heel de nacht niet kunnen slapen. Oh, je was hier naar het stuiterbal. Nou, luister eens. Nee. Naar het 076-bal. Als je dan nou tegen wil gaan... Ome Gerrit, ja? Gisteren een prima cocktail. En daar kun je goed van slapen. Dat is de cocktail, ja, de Virgin cocktail. Ja. Spa blauw gemengd met spa rood. En als je dat drinkt overdag, gij slaapt als een os vannacht. Maar gij vergeet het beste ingrediënt. Zeg het eens. Onze Ger, nou, die zuigt de ijsklontjes dan voor. En die gaan er dan ook in. Oh, dat is waar, ja. Ja, onze Ome Gerrit, ja. Oh, ja, dat had hij ook over, ja. Ja. Nou, maar... Sharonneke had een vraag over de koffie. Wilde jij nog een vraag over jouw nacht voor komende nacht? Nou ja, die zei ik al beantwoord. Ik ga gewoon bij Ger langs. Ja, en gewoon naar die cocktail vragen. Dat is de specialiteit. De specialty van het tapperijke. Van ome Ger. Hé, luister eens. Doe jij de groeten aan Sharonneke, want wij gaan hangen. Want we hebben hier allemaal we hebben zoveel gasten op tafel. Ja, dat wilde niet weten. Dat is helemaal goed. Ik ga de groeten doen. En succes verder. Oudoe! Oudoe! Hoe krijg je het verzonnen, hè? Sharonneke en Ramonneke. Mooi stelletje, hè? We hebben wel de nachtburgemeester, hè? Maar nou, hoe ben je nou eigenlijk nachtburgemeester geworden? Want dat is een hele eer om dat te mogen worden, hè? Of de eer is, weet ik niet, maar het is wel het is een lang traject geweest, hè? Een kwestie van solliciteren. Oh ja, is dat echt zo mee solliciteren en zo? Ja, en ben je in de stem, daar stond een vacature voor een nachtburgemeester. Want de vorige die was er na 2 jaar klaar mee. En ik denk, ja, dit is wel iets voor mij. Dat voelde wel zo. Dus ik had even op Facebook ook bij mijn vrienden geschreven. Zo van, hey, wat denken jullie ervan? En iedereen zei van, ja, gewoon doen. Doen. Gewoon doen. Ja, jij bent er wel een geschikt persoon voor. Nou, dank je. Ja, dat moet ik zeggen. Helaas, ze zijn er dan als nachtburgemeester. Je wordt dan benoemd en krijg je dan ook zo'n prachtige glimmende ambtsketting? Nou, ambtsketting is het niet, maar het is wel een hele mooie... God. Wat staat erop? Kijk voor de kijkers thuis. Ja, de kijkers thuis. Ja, ja. Ja. Ah, die. Och, kijk eens wat mooi. Kijk, dat is een mooi ding voor mijn nek. Schoon dingetje. Dus die gaat met de carnaval gewoon mee. Oh, prachtig. En dan ben jij ook een soort van de baas. Nee, ik ben nergens baas van. Nee, zeker niet. Zeker. Daar houd jij niet van, hè? Nee, volgens mij is er maar één baas en die heeft al serieus genoeg. En ik hou me bezig met lusten, maar niet de lasten. Ik dacht wel dat jij het laatste woord had over de nacht. Dat dacht ik wel. Nee. Ik heb gelukkig nooit het laatste woord. Maar ik heb wel ergens het middenwoord ergens. Zo, het middenwoord. Zo. Dat vind ik wel leuk. Oké. En hoe is dat bij jou in de kamer? En ga je ook daar het woord? Of? Ik mag af en toe wat zeggen, ja. Ja? Ja, maar weet je wat ik nou benieuwd naar ben? Ja, hoe kom je nou eigenlijk in die Tweede Kamer? Want je bent er als echte kielengatter, stik ver weg van Den Haag, maar hoe kom je nou daar terecht? Ja, politiek actief zijn en dan ook een beetje solliciteren. Dus ik ben heel lang raadslid geweest, 8 jaar raadslid in Breda, in de gemeenteraad. Heel lang gedaan. Ja, en dat beviel goed. Toen heb ik ook gesolliciteerd voor de Tweede Kamer. En was ik eigenlijk gelijk aangenomen? Het heeft even geduurd. Oh. Ze hadden me in Breda nog nodig, maar daarna mocht ik naar Den Haag toe. Ja. Maar kan ik aan me uitleggen, hoe gaat nou zo'n sollicitatie voor die Kamer? Nou, dat is best een heel tombola, zeg maar. Ja. Want, moet je dan een presentatie doen? Nee, je hebt daar gesprekken met mensen. Maar ja, ze willen natuurlijk mannen en vrouwen, oude mensen, jonge mensen. Mensen uit Brabant, maar ook mensen uit Friesland. Dus zo kijken ze een beetje naar een mix. Een lekker gemêleerd gezelschap. Iedereen moet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Ja. Dus zo proberen ze dat een beetje te mixen, zeg maar. Goh. Ja, en in die Tweede Kamer heb je dan een eigen, ja, wij noemen dat gewoon een stoel, maar heb je dan ook een eigen zetel? Ik heb een eigen zetel, ja. 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 Nog wel ver achteraan, hoor, maar ik heb een eigen stoeltje. En dan staat dan ook jouw naam zo mooi in, of hoe moet ik dat zien? Nee, dat niet. Nee, iedereen heeft wel een eigen stoel, dus als we daar gaan stemmen, dan moet op die stoel gaan zitten. Oh. En, dus ja, iedereen heeft een eigen stoel. En ja, voordat jij naar die kamer gaat, rijd je dan helemaal van Breda daarheen? Of, ja, ik ben 3 dagen in de week in Den Haag. Dus de dinsdag, woensdag, donderdag zijn wij van 's ochtends tot 's avonds laat vaak op show in Den Haag. Ja. En dan de vrijdagen, de maandagen en het weekend ben ik in het land. En natuurlijk ook een beetje in Breda. Jij bent niet de enige Bredana, toch? Daar? Nee, we zijn als Breda goed vertegenwoordigd. Ja, ja, hè? Ja. Noemen ze wel namen? Nou ja, Klaas Dijkhoff zit natuurlijk bij mij in de fractie. Klaas. Ik kom ook uit Breda, die woont ook in Breda. Giel van Nispen van de SP. Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Het Kielengat is goed vertegenwoordigd. Het Kielengat is heel goed vertegenwoordigd. Als ik er nou aan denk, dat wij gewoon zo...
Die naam, die ga ook kikieren, jongens, wel lekker. Oh, lekker. Lekker wat denkt het zo? Willen jullie trouwens wat drinken? Want nou ja, ik had trek in een bakje koffie. Een heel klein beetje mogen we verder over te krijgen. Oh, ja, ja, lekker. Oh, lekker gastvrouw, gastvrouw. Wacht, ik kunnen ga ze bellen. Kunnen we wat drinken krijgen? Nee, maar als jullie nou hallo, met een paar mensen... Kunnen jij twee bakjes koffie voor ons regelen, voor de gasten? Ze kennen niet meer praten. Ja, makkelijk met bier. Ja, dat is goed. Tot zo. Ja, tot zo. Komt eraan, komt eraan. Zo. Ja, hij doet van alles. Hij is hartstikke hyper en hij zelf ook van die koffie op. Och, het is niet normaal. Hij staat steek strak. Ik lust helemaal geen koffie. Hoe heb jij de nacht doorgekomen? Vrij rustig. Okay. Weet je wat het was? Ik kwam thuis van mijn optredens. En toen had mijn schatje thuis al een lekkere pizza. Lekkere hap erin gezet. Ik verbrandde gelijk mijn gehemelte. Och, jezus toch. Dus gelijk aan die suikerklontjes, zou ik zeggen. Aan die ijsklontjes van onze ome Gerd er tegenaan. Ja, en toen lekker gaan slapen. Eten jullie ook als je thuis komt? Jazeker, jazeker. Ja? En wanneer dan? Ik zal zo meteen trouwens even voor de kijkers thuis even mijn anti-kater tip geven. Nou, gooi het me gelijk in. Nee, dat doen we zo meteen. Dat doen we zo. Ja, dan moet je even blijven kijken natuurlijk. Oh, even ontspannen. Maar we bouwen de spanning een beetje op. Wat ik eigenlijk wilde zeggen, of waar ik aan dacht. Thierry zit dan in de Tweede Kamer, een hele hoop andere kielegatters. En als ik nou naar ons tweeën kijk, hè, als ze voor ons nou een zetel zouden moeten regelen. Hè, dan mag die gerust op maat zijn. Nou, wordt die stoel op maat gemaakt? Of moet ik nee, maar ik pas er ook in, dus ze zijn vrij breed, zullen we maar zeggen, die stoeltjes. Oh, nou, dan komt het goed. Dan komt het goed. Dan kunnen we daar nog een extra balletje nemen. Ja, dan kunnen we lekker bitterballen nemen. Ja, nou. Maar ja, als je vraagt van, waar heb je nou gegeten toen ik gisteren thuis kwam? Want daar waren we nog even mee bezig. Och, snel, we hebben een bel. Straks... Sorry, Ralf. Ja, nee, dat gaat voor, hè. Ja, hallo, mijn madden huis zou met tante Nel. Hallo, jongens. Zijn jullie er nog? Want ik zit hier weer klaar op de bank. Kennen jullie mijn overdracht? Nou, het klinkt wel heel schor. Schor is jij van de lijn, of wat? Och, wilde jij mij even erbij doen? Oh, wacht even. Ja. Ik weet niet wie ik aan de lijn heb, maar ik ga heel even een lijntje doorschakelen. We zijn zo terug. Hallo. Ja, hallo, ben mij. Nee, met Oscora, hoe is dat? Oh, daar is Oscora weer. Oh, Cora, ben ik meer aan het knallen met uw ballen? Oh, het was zo gezellig. Ik krijg ze niet bij je pakken. Maar wat heb jij vandaag gedaan in deze nacht? Ja, ik ben op zoek geweest naar die burgemeester, maar die lag al op zijn nest. Godverdomme. Ja, die moest hier zijn. Ja, maar Cora, ga je het flink uitschouwen, hoor, want jij klinkt stikschor. Nou. Ja, nee, dat komt door wat anders. Ik was langs de Ger gegaan, maar zijn ijsklontjes waren op. Dus ja, toen moest ik wat anders drinken. Godverdomme. Doe die helemaal meelallen. Toen ben ik bij Chris verder gegaan. Ik hoor allemaal niks, hoor. Hallo? We hebben 6 oren. Hallo, ja? Ja, je bent er nog? Ja, ik was er al heel lang. Oh, wat gezellig. Zes er nog. Hé, maar heb jij nou een brandende vraag aan onze Tom of aan ons Ralf of Thierry of aan mij? Dan? Ja, kijk, jullie hebben het allemaal over jullie huishouden, nee? Ja. Maar hoe ziet het huishouden dan bij zo'n rijke man van de VVD eruit? Oh, is nou, dat opgeruimd of ik geef is hem even. Vuil? Ik geef hem even. Ja, hallo. Gezellig. Nou, hoe mijn huis zou eruit ziet. Nou, mijn carnaval is daar niet heel veel, hoor, kan ik wel zeggen. Daar liggen alle carnavalskleren door heel het huis heen. En natuurlijk mijn halve keukenstaf vol met worstenbroodjes en met tosties. Toch wel Tommy's, hè? Wat? Nee, ja, nee, ik heb heel veel uit worstenbroodjes gehad. Cora, we gaan we straks regelen. Ik heb ze bij, ze staan op tafel. Oh, we gaan dat regelen. Nee, mag dus mijn carnaval is daar wel minder opgeruimd dan normaal. Mag ik jou nog een tip geven? Ja, tuurlijk. Als je nou confetti tekort komt, maak wat dossiertjes kapot. Dan kan je lekker snipperen een heel jaar lang. Ja, dat is een goede tip. Dat is een goede. Die gaan we dan voor het jaar. Hey, Cora, luister eens. Cora, ik verbind jou nog even door naar de nachtburgemeester. Want ja, die heeft een huis zouden thuis. Oh. Hey, Cora. Dag meneer de burgemeester. Dag mevrouw Cora, hoe is het? Ja, best redelijk. Maar heb jij nou een muts op s'nachts of niet? Een muts op? Nee, ik heb bier op. Oh, bier. Oh nee, dan is het goed. En hoe ziet jouw huishouden eruit? Ook zo vuil als bij die anderen? Bij mij is het zo, als ik thuis kom, dan gaan mijn kleren uit. Dan ga ik onder de douche en dan ga ik slapen. En dan zie ik de volgende ochtend mijn huis vol met confetti wat allemaal uit mijn kleren is gevallen. Dus jongen. Dan heb ik s'morgens nog een beetje feest na. Mag ik jou ook een tip geven voor deze dag? Tips zijn altijd welkom, kom maar op. Zet uw voor- en uw achterdeur open, het waait er zo uit, jongen. Wat waait er zo uit?
Sommige dingen weet ik niet dat ze wegwaai. Oh, je was altijd nog bij de confetti. Ja, oké. Ik hoor al eens, Tris. Ja, Tom. Je moet wel oppassen, althans wij als mannen, mee wat anders buiten hangen. Hè? Met al die rukwinden deze dagen. Ja, maar schat, er valt niet te rukken als er niks hangt, hè? Nee, dat is bij jou wel het geval, hè? Maar luister, Tris, je moet ook op jouw lipjes passen, anders gaan ze klapperen. Ja, is goed. Ik hou mijn tandjes op elkaar. Jongens, fijne dag. Ik ben er vandoor. Dankjewel. Fijne dag, schat. Och, weer gezellig. Ik hoop echt dat ze morgen gebeld. Maar hey, dan heb ik gelijk een brandende vraag voor jou. Want jij zegt, ik gooi alles uit. Dus jij hebt helemaal niks aan in de nacht. Nou, misschien was de volgorde waarop ik het zei niet helemaal goed. Oh. Oké. Okay. Nee. Maar een nakende slaper. Ik slaap sowieso altijd onder een deken. Ja, oké. Okay, dus maar wij ook nooit. Ik stik kou. Ja, dus echt wel. En zeker als jij die deuren open laat staan. Ja, dat is waar. Nee, maar dat is toch lekker, joh. Als je dan 's morgens wakker wordt, je ziet overal nog een beetje van die snippertjes liggen. Zo. Ja, ja, dat is toch gezellig. Gezellig. Ik vind dat toch. En dan Baronie TV aan en helemaal in het sfeertje lekker komen. Sfeertje. Hey, maar luister eens, Jerry en Ralf, ras echte kielengatters. Wat maakt het kielengat nou dat jullie carnaval staat? Ik ben niet geboren en getogen, daar is geen twijfel over mogelijk. Carnaval vier je op de plek waar je je vrienden ontmoet en je kennissen en iedereen een gek pakje aan heeft. En die kleurtjes die zitten gewoon al in jouw bloed natuurlijk. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ik kan er geen ander antwoord op geven. En het allermooiste is natuurlijk gewoon lekker als het een beetje zonnig is. Wat biedt het beter weer dan nu? Op die grote markt staan. Als je die toren kan zien, dan hangen die vlaggen daar buiten. Maar ook met dit weer. Gewoon lekker met z'n allen naar buiten, buiten gaan. Buiten en heerlijk, iedereen. En nergens aan denken. Lekker hossen. Met goede muziek. Ja, dat is heerlijk. Hey, Chris, als hij de toren ziet, dan moet hij eens kijken. Wij hebben hier een heel mooi schilderijke, kijk, van Breda, mee de toren, kijk, ook voor de kijkers thuis. Mooi, maar heb jij nou ook zoiets, of wat groter formaat, op jouw kantoor hangen? Nee. Ja, ik heb er eentje thuis dat hangen is de en op kantoor. Toren, of niet? Hoezo, er was toch maar één toren? Nee, dus ik heb er nooit in de kerk met buiten, twee torens gezien hier. Maar volgens mij is het nog de oude toren daar. Oh, de oude toren. Maar gaat er een van de nieuwe? Ja, nee, maar een echte Breda heeft een schilderij van de toren thuis hangen, hè? Dat vind ik zo. En ook op kantoor. Ja. In Den Haag ook? Ja, ook. Dus ga je al toch een beetje het kielengat naar Den Haag. Ik heb ook een mooie schilderij van Uur Piek hangen. Hey. Oh, hey, wat denk je daarvan? De techniek staat voor alles. Och, maar luister, dat is ook kerk, als je binnen staat, dan kan je altijd de toren zien. Ik moet hem altijd even zien. Ja, jij woont vlakbij de toren, hè? Ja, ik woon heel vlakbij. En jij woont ook in de buurt? Ik woon ook binnen de singles, ja. En hoe ga jij naar huis mee? Het fietsken of... Nou, te voet. En dat heb ik gisteren ook gedaan. Wij wouden gisteren op tijd naar huis gaan. Ja. Maar het probleem is, als ik naar huis toe loop, dan kom ik allemaal gezellige kroeg tegen. Oh. Dus dat duurde ongeveer 2,5 uur voordat we thuis waren. Maar wat zei je nou? Het probleem is... Hij ziet weer geen problemen, nee. Dat zijn voordelen. Dat zijn voordelen. En dan kom ik toch langs zo'n kroegje en denk ik, ja... Zullen we er nog een doen? Ja, dat kunnen we niet. En luister snel. Jij het de kijkers thuis kunnen overigens nog steeds naar ons bellen. En dat kan op het telefoonnummer onder in beeld. Dat is 06-577-76-16. Dus 06-577-76-16. En ga je... Kom op de lijn, hè. Laat hem maar lekker gloeien, die je telefoon. Maar Thierry, ga je vertel net... Oh, wacht. Dat doen we zo. Dat doen we zo. Die moeten wij draaien. Nee, die lijn gaat vol. Ik vraag hem zo wel. Kom goed. Ja, hallo, mee mijn. Hallo? Ja, zeg maar. Ja, hallo? Ja, kom maar. Hallo, goedemiddag. Mee mijn. Ja, met Romario en met Niels. Ik schakel jou mee. Tante Nel komt erin, jawel. Oh, schatje, goedemorgen. Goedemorgen, het is al middag. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed, en met jullie? Ja, we zijn fris en fruitig, we hebben net de tommetjes op, hoor. Oh, en hoe was dat? Wat voor beleving had jij daarbij? Wel een hele speciale. Ik weet even niet, het was wel lekker dat ik eindelijk een keer mijn tanden in Tommy kon zetten. Hey, luister eens, dat doen we na de uitzending vertellen, hè? Ja. Hey, maar Romario, wat heb jij vannacht allemaal gedaan? Daar weet ik eigenlijk niet meer zoveel van. Oh, ik, was het risicowerk? Ik ben op zoek geweest naar jou, maar ik kon jou nergens vinden, Tante Nel. Ik zag vannacht, ik werd om 2 uur wakker. Zie ik om 12:30 heb jij geappt. Tante Nel, wat ben jij nou? Ja, ik lag bij onze Jacques, achter de gebreide broek. Ja, ik denk, ik moet weer frisse fruitig op, dus ik was gewoon thuiskul. Ja, snap ik. Ja. Ik heb jullie wel gemist. Ja, wij jou ook.
Ja, en dan maken we nu wel goed. We hebben heel kielig gehad afgezocht naar jullie. En luister eens, heb jij nou een brandende vraag? Want we hebben hier de Ralf zitten, weet je wel. Die toen ook dat huis zouden net gemaakt in die partybus. En hier zit ook onze Thierry van die gezellige afterparty bij het Klune bij Ome Ger. Maar heb jij nou een vraag, of niet? Een brandende vraag? Ja. Of een jeukende vraag, kan ook. Nou ja, wat is nou precies een brandende vraag? Nou ja. Oké, okay, nou, ik geef hem even door aan Ralf, want Ralf vindt het een goede vraag. Hier, redden hem. Ja. Maar goed, ik maak het wel schoon. Frank de Nijl geeft hier een telefoonhoorn met een losse kabel. En we trekken het zwiept alle kanten uit. Maar er zit een simkaart in, Ralf. Er zit een simkaart in. De brandende vraag is bij deze geblust. Oké, okay, nou ja, bedankt. Oh, nog een andere vraag. Waar is vanmiddag het feest? Waar kunnen we nou het beste... losgaan? Nou ja, het feest is vandaag natuurlijk op de Grote Markt. Op de Grote Markt, daar is het te doen. En ja, het weer zit niet helemaal mee. Maar ja, als je dat toch gaat verkleden, doe er gelijk een plastic zak omheen. En maak er een mooi feestje van, toch? Ja, het mooiste is als we het met z'n allen vieren en elkaar gewoon door het weer heen dragen. En een beetje bijkomen, een beetje droog worden in de kroegjes. Komt helemaal goed. Zou ik tenminste heel erg leuk vinden. Hey, Romario. Ja? Geef de jij jouw Romeo een lekkere pakkert van mij? Dat zal ik doen. Ik geef hem door. Dat is goed, schat. Hey, luister eens. Wij zien elkaar deze dagen. Tot later, Kul. Houdoe. Dankjewel. Houdoe. Veel leuk, hè. Houdoe. Oh, weet je wat geweldig. Het is? Het is wel leuk dat mensen inbellen. Weet? Wat ik eigenlijk wel wil weten, weet je. Wij hebben het geluk dat wij carnaval kunnen vieren met z'n allen. Ja. Dat we lekker gewoon hier naartoe kunnen komen of de stad in kunnen gaan of de Grote Markt en elkaar kunnen opzoeken. Maar er zijn natuurlijk zat mensen thuis die niet de gelegenheid hebben om weg te gaan, om wat voor reden dan ook. Maar die nu wel zitten te kijken. Die kunnen voor de op deze manier een beetje meebeleven. Ja. Dus eigenlijk ben ik wel benieuwd naar die verhalen van die mensen thuis. Van bel even in, vertel wat je doet. En waarom dat je thuis maak bent. Maak het niet te zwaar, maar ik wil wel een beetje weten van wat doe je? Wat brengt je er doorheen? Heb je mensen die voor je zorgen? Dat is het mooie van Barney TV. Hè? Die zorgen ook voor de mensen inderdaad die thuis zijn. Dus ook een beetje carnavalsgevoel. Dus als je nou lekker thuis zit met je huispakje of in je flanellen pyjama met je bordeelslijpertjes aan, je kunt gewoon bellen naar ons, hè, de studio. Ja, dat 06-577-7616. Oh, wat een lang nummer. Ja, dat is niet normaal. Kom maar met nou, en misschien zijn er nog mensen in het buitenland die kijken, dus dan is het plus 3-1. Ja, ons moeder die kijkt. Ik ben wel benieuwd. Misschien zijn er mensen op Curaçao die nu zitten kijken en denken, laten we ze even bellen. Oh, dat zou leuk zijn. Ja, dat zou leuk zijn. Een lekkere lijn van buiten, dat lijkt me leuk. Of uit Den Haag. Uit Den Haag. Ja, ik voel een uitdaging. Ik weet niet of ze naar Barney TV kunnen internet, hè? Dat is live via Facebook of via YouTube. Hadden jij door moeten gaan, hè? Je moet gewoon doorpakken en zeggen, jongens, ik ga straks me allemaal bellen. En ja, eigenlijk hadden ze mee moeten nemen. Maar mijn vraag aan jou is, jij zegt net, en dan ga ik naar huis en dan pak ik er kroegjes mee. Hoe zorg jij dan goed voor jezelf, dat je een beetje op de been blijft? Ja, ik heb ook een hele lieve vriendin, die zorgt ook goed voor mij. Ja. Dus maar af en toe een klein colaatje tussendoor. Okay. En de kunst met carnaval is natuurlijk goed eten. Goeie boyum. Ja. Tussendoor balken gehakt, tussendoor een frietje. Lekker even bij de boerenstampot. Lekker bij de boerenstampot uit eten is chic. Oh. Dus dan komt er de dag wel goed door. Shabby is chic. Ja. Ja. Ja, want wat is er nou mee carnaval? Om hem eigen een beetje door die dagen te slepen, noem ik het maar. Tommekes. Ja, dat is toch het enige? Nee. Ja, dat is het geheime recept. Het belangrijke is wel even dat je goed vooraf gaat eten. Goed vooraf eten is een van de dingen om er goed doorheen te slepen. Om lekker al die biertjes aan te kunnen. Dat is de tip die ik heb. Wat ik altijd doe is, voordat ik wegga, pak zo'n grote vitamine C-tablet. Oh ja? Daar neem ik eentje van in, want dat helpt met afbreken van alcohol. Ja. En dan, is dat zo? Ja. Ja, dat is echt. Ja, ja, ik doe dat ook. Onthouden, hè? Onthouden. Neem me mee naar Den Haag. Niet constant biertjes drinken, maar af en toe even een waterzakje pakken. Ja. Of even een frisje tussendoor. Maar ik ben wel van die smaak van bier, vind ik wel heel erg lekker. En dan, als je thuis komt, een banaantje eten. Oh ja. En de volgende ochtend even een glas, mag ik de naam noemen? Ja, van dat bruine spul. Iets met een 7 erin. En dan omhoog. Oh. Och. Oh, die. Och. Ja, daar zit de suikers in. Even wachten. Geen kater. Werkt als een malle. Ja. Ja, hallo, mijn mijn. Wat een huis zouden zeggen het is. Hallo. Hallo. Hey. Wie hebben we aan de lijn? Tommy. Ja, hallo. Wie hebben we aan de lijn? Wat denk je? Uit Ulvenhout, de Bechel.
Oh, hey. Michel, hallo. Wacht even, ik doe jou even doorverbinden met Nelle bij. Dat is leuk. Wacht. Heeft hij de slingers nog laten liggen? Hé, hey, ja, dan ben ik het. Hé, hey, ik weet niet hoor, maar heb jij die straalprijs al gewonnen? Hey, wacht even. Adam nog niet. Hallo? Oh. Ja, hallo, wacht even. Want... Hij schiet ze naar kapot, hè? Oh, Mechel, je moet niet op de draad gaan staan, die, jongen. Die verbinding met de overheid is niet zo goed. Ja, hé. Hey. Ik zit met een probleem, jongen. Wat dan? Zeg het eens. Hé, hey, ik heb jullie Sanseveria gekregen. Ja. Maar wat moet ik geven? Water of spaarwater? Oh, nou luister eens, je kunt hem... Ja, water, daar groeit hij niet van. Beetje een scheutje bier of lekkere kruidenbitterken erin gooien. En gewoon eigenlijk niet veel aan doen. Lekker voor water. Je moet tegen praten. Hij moet er wel tegen praten, net, hoor. Maar ja, dat helpt ook al niet. Ook al niet. De Mechel, nee. De Mechel, let even op. Nee. Ken jij dat liedje van de Sanseveria? Ja, tuurlijk. Met carnaval staat hij altijd droog. Sanseveria. Ja. Dat voor het raam. Oh, de redden. Ja, wie kent dat niet? Ja. Nou, en dan zingen ze. Eigenlijk gisteren eigenlijk ook best jammer, want de Sanseveria, die hoort er in elke Bredaafse kroeg eigenlijk gezongen te worden, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Hé, hey, luister eens, ja. wij hebben hier als thema vandaag de nacht. En, ja. Ja, en ik moet eigenlijk iedere nacht wel aan jou denken, weet jij dat? Want ik ga namelijk altijd de voordeur in. En de achterdeur eruit. En de achterdeur eruit. Ja, zo ben ik ook binnengekomen vandaag. Ja, zij zijn helemaal op het laatst geschreven. Ik heb misschien nog een hele indringende vraag aan jouw gasten. Oh, zeg het eens. Ja, hier, maar schakel ik gelijk door. We winnen binnen jou door. Ja, het zijn twee bekenden, dus wat dat betreft is het niet zo heel moeilijk, hoor. Kom maar door, Mechel. Ja, ik heb mijn hond laten dekken door een giraf. En weet wat je dan krijgt? Nou, een giraf. Sherry, wat denk jij? Ik heb geen idee. Wat denk dat ik krijg dan een hond die over de schutting kan kijken. Ja, dat is heel handig. Dat is gouden handel. Dan ziet hij de inbrekers aankomen, denk ik. Het intelligentiepeil bij jullie is ook best hoog, denk ik, aan tafel, hè? Want, hoe noemde nou zoiets weer, waar je uit een duikboot naar boven kunt kijken? Hoe noemen ze zoiets weer een... Periscoop? Ja, een periscoop, ja. En hoe noemen ze nou iets waar je mee naar aan uw hart kan luisteren? Een stethoscoop? Ja, de stethoscoop, ja. En noemen ze waarmee al die... wanneer je jarig bent, dan noemen ze een... Als je jarig bent? Als je jarig bent, dan krijg je allemaal van die... Die tekentjes, hè? Leeuw, leeuwin, weegschaal. Dat een horoscoop. Oh, horoscoop. Ja, en hoe noemen ze nou zoiets waarmee je door de muur kunt kijken? Door de muur kunt kijken? Ja? Een raam. Een gat? Nee, een raam. Ja. Van een droge nee. Hé, maar Mechel, wat ga jij nou doen deze carnaval? Nou ja, het is heel jammer, maar Mils en Ulvenhout, het bos uit het dorp, is de optocht afgelast. Ook al. Ja, er is één schrale troost. Dat is overal. Ja, maar vanmiddag is het eigenlijk in Ulvenhout, in de Pekhoeve een extra programma. En in de Flamingo Bar een extra programma. Oh. Dus eigenlijk tot zo. Alle boszuilen, die hoeven niet in de kou of in de regen te staan. Die kunnen gewoon naar de Pekhoeve of naar de Flamingo Bar komen. Want de Stichting Ulvenhout Carnaval heeft voor een heel alternatief programma gezorgd. Dus ik zou zeggen van, blijf niet binnen. Kom naar de Pekhoeven of naar de Flamingo Bar. En kunnen vanavond nog naar Barney TV kijken. Ik vind het helemaal goud. Mechel, dat gaan we allemaal regelen. Adoe. We gaan jou zien. Hey Mechel, als bedankt voor het belletje. Dan ga je even een kusje aan jouw vrouwke. En dan wens ik jou een hele fijne carnaval. Hey, jullie ook. Hè? En tot ziens. En we gaan de voordeur in. En de achterdeur uit. Houdoe. Och, wat leuk. Maar dat is wat, hè, met die optochten die worden afgelast. Ja. Kan die dan wel doorgeschoven worden naar halve vaste? Nou, niet iedereen. Weet je wat ik wel heb gehoord? In Kruikenstad, in Tilburg, daar gaat hij wel door mee halve vaste. Daar gaat hij door mee halve vaste. In Kielegat hopen we natuurlijk morgen dat hij wel door mag gaan. Maar bijvoorbeeld op Den Beek, in Boemeldonk, is hij afgelast. En die gaat helaas gewoon niet meer door. Ik kan dat niet geloven, hè. Als je ziet wat ze daar werk van maken. Het is echt zonde. Het komt dadelijk goed. Ja, we hebben het goed opgelost. Als die mensen toch thuis zitten, hè,
Dan kunnen ze gewoon ons gezellig bellen. Want ik zou zeggen, bel gezellig naar de studio. Ik zal nog een keer dat nummertje zeggen. Oh, ik heb daar zo ingestudeerd. 0657776616. Dus 0657776616. En jij komt aan de lijn. Er zit confetti in mijn koffie. Hoe krijg je dat voor elkaar? Het is carnaval, hè? Oh, ja. Dan hebben we dat wel eens. Dan zet ik hem wel weg. Dan, Dat hebben we wel eens, ja. En luister eens. Maar als je nou als nachtburgemeester s'nachts thuis komt, nou werden vannacht toen wij goed gedragen, althans, dat neem ik op uit jouw verhaal, maar hoe rap toen wij s'ochtends weer bij elkaar? Ik gedraag mijn eigen altijd goed, hè? Ja. Hoe rap toen wij bij elkaar? S'ochtends. S'ochtends? Ja? Dat is niet zo moeilijk. Ik heb een heel leuk thuisfront. En die zorgen goed voor mij. En hoe laat ben je wakker dan? Vanmorgen ben ik, wat was het, 10 uur denk ik, zoiets opgestaan. Oh, dus ik wel lekker om iets te kunnen uitslapen. Ja, ik probeer wel echt mijn rust te pakken, want ik wil straks gewoon weer de stad in. Dus, ik stond al worstenbroodjes te bakken om 10 uur. Echt? Ik heb ze meegenomen, kik. Oh, die wil ik straks nog wel even eentje hebben. Kunnen we dadelijk lekker proberen. Lekker. Nou, daar gaat hij weer. Hij is voor jou, hij is voor jou. Ik pak de deze dan, hé. Goedemiddag, wat nou zo met tante Nel? Hallo, ja, komt er maar in hoor. Met wie? Hey, met Jeroen Hoogveld. Met Jeroen? Ik bel hier vanuit het Schaarsersrijk. Oh, hallo Jeroen. Hoe is het? Hey, ja, ik bel hier, want onze optocht gaat niet door. Ja? Oh, ik luister even mee. Dus wij zitten hier zomaar onszelf een beetje te vermaken. Och, hey, luister eens, en hoe doe je dat? Maar wij zitten een beetje naar jullie te kijken op televisie. Maar ja, de optocht gaat niet door. Ja? Is het wat of niet? Wij dachten van, misschien ga ik ze even tellen, een beetje vermaken, wel gezellig. Hé, maar is het wat of niet? Ziet het er een beetje uit? Ja, ik zit niet te van jou, Tommy. Jij bent zo'n knappe vent. Och, jongen, dankjewel. Hé, dan maak ik een dag weer goed. Gij het weer verkeer in. Ik hoor het al. Hé, mag ik nog een vraag over de nacht? Nee, wacht even. Ik wil weten met hoeveel mensen dat ze daar zitten. Oh, dat klinkt gezellig. We verbinden even door met de nachtburgemeester. Ja, wij zitten hier met 12 man. 12 man? Ja. En hoeveel vrouwen? Er zitten geen enkele vrouwen bij. Het is echt 12 man. Nee, CV de Smullo's, 12 man. Oh, kijk. Ja, dat klinkt goed. Polonaise door de kamer zometeen. Er moet een beetje muziek op televisie komen maken bij jullie. Het zou wel gezellig zijn als jullie nou eens een mooi platje draaien. Maar spelen jullie zelf ook muziek? Nee, wij spelen nu geen muziek. Nee. Wat is jouw lievelingsnummer? Ja, Jeroen heeft altijd wel een paar boxjes hier in de kamer gezet, maar dat is allemaal nog net niet. Een beetje live muziek zou mooi zijn. Maar wat is jullie lievelingsnummer? Wat vinden jullie met z'n allen het beste nummer van carnaval dit jaar? Het beste nummer van dit jaar? Ja, dat is natuurlijk van Peter Sedeli. Ah, ja. Een jongen hier uit het dorp. Hoe ging die ook alweer? Hoe moest dat ook alweer? Hoe moest dat ook alweer? Hoe moest dat ook alweer? Dat is wel een leuk nummer natuurlijk. Absoluut. En helemaal van deze tijd. En Jeroen? Ja? Wat staat er vanavond bij jullie op het menu? Shawarma, hè? Shawarma. Oh, dan komen we straks even langs. Ja, dat is goed. Ja, hou die gaat er niet van. Dat kan heel leuk. Jerry gaat ook mee. Dat vind ik het lekkerste. Ja, toch? En luister eens, maak er een hele gezellige middag van. En probeer er ook van te maken. Adres aan de redactie doorgeven. En heel veel groetjes van ons. Dat regelen we dadelijk wel, hoor. Groetjes van ons. Bedankt voor bellen, oudoe. Ja, en dan hebben we dadelijk even een hele kleine pauze, want onze keeltjes moeten gesmeerd worden. We gaan dadelijk kijken eventjes naar een filmpje van de compilatie van de Barnavalsverkiezing. Je kunt er allemaal nog voor stemmen, dus kijk gezellig even mee.